weet je nog, toen je voor rugby koos. Je koos toen ook voor respect. Je vertelde iedereen met trots dat binnen rugby respect hoog in het vaandel staat. Je werd onderdeel van de wereldwijde rugbyfamilie. Jij werd een ambassadeur voor rugby. Maar hoe ongelooflijk. In dit mooie respectverhaal zijn scheurtjes aan het ontstaan. Respect staat niet altijd meer hoog in het vaandel en dat moet snel gerepareerd worden. Hard spel hoort erbij, maar jezelf verlagen naar wangedrag niet. Gedraag je als een waardige rugbier. Degene die zich misdraagt, verpest het voor het hele team, voor je club en zelfs voor de rugbysport in het algemeen. Respecteer ook alle mensen binnen je club die het mogelijk maken dat jij kan rugbyen. Besef dat deze mensen daar ook voor hun plezier zijn. Hou het dan ook plezierig. Ook als coach, ouder of toeschouwer langs de lijn, dien je hoffelijk met de scheidsrechter, spelers en andere toeschouwers om te gaan. Alle begrip dat emoties soms oplopen, maar het is niet zo dat je het recht hebt je frustraties te uiten door op iedereen maar commentaar te hebben. En misschien wel het allerbelangrijkste, respect voor de scheidsrechter. De gouden regel is dat je nooit commentaar geeft op de scheidsrechter. Doe je dat toch, wordt dat niet geaccepteerd binnen rugby. Als we tolereren dat respect uit de rugbysport wordt gehaald, is er geen weg meer terug. Dus, sta als rugbier of rugbybetrokkene boven dit gedrag. En als jij ziet dat anderen in of op het veld zich daartoe verlagen, spreek ze erop aan. Jij bewaakt het respect bij rugby.